President Donald Trump hitting the trail in battleground states. On Friday, Wisconsin was the center of attention with both candidates. He joins us now from Madison, Wisconsin. Thank you so much for being here with us. So both... Einde van dit triestaat die erop neerkomt dat je als voorzienend rechter niet hoort op het verzoek. Een van die arresten van de Hoge Raad die ultra kort is, nog de beoordeling is nog geen A4'tje. Ik wilde eigenlijk eerst beginnen met een heel kort quizje om jullie kennis alvast te testen. De hoeveelste presidentsverkiezingen gaan we komende dinsdag beleven? 46. 60. We lopen straks een half uur. Dan gaan we even flink doorlopen naar het Witte Huis. Ik vertel ze nu en dan over de dingen die we links en rechts zien. Maar het grote verhaal begint bij het Witte Huis. Die is verlamd geraakt door een kogel die toen hem trok. Hoeveel aanslagen zijn er, denken jullie, geweest op Amerikaanse presidenten? Al dan niet dood. Oké, we staan voor de beroemdste boekenwinkel in Washington DC, Kramer's, of Kramer's, maar Kramer's heet het. In de jaren 70 ontstaan door drie vrienden, onder wie één met de achternaam Kramer's. Waarom is dit nu zo'n beroemde plek geworden? Dat was eigenlijk bij toeval. Het is een plek waar, als je een beetje de politici kent, kom je ze hier tegen. Journalisten komen hier om stiekem te gaan praten met een politicus. Want je hebt hier namelijk overal zitjes, je kunt wat eten en wat drinken. Obama heeft deze winkel wereldberoemd gemaakt omdat hij samen met zijn twee dochters hier minstens één keer per maand naartoe ging om boeken te kopen. Dat was voor Kramer's niet zo leuk, want toen moest de hele winkel worden leeggemaakt vanwege de veiligheid. Maar goed, wel weer goed voor het fotomoment. Dit was ook, ik weet niet of de naam Rumsfeld jullie nog wat zegt, minister van Defensie. Die kwam hier ook heel graag en vervolgens liep hij dan met vier bewakers naar Starbucks. En daar haalde hij dan 's morgens zijn Starbucks. Wij wonen hier vandaan. Okay. You know what the color orange stands for? Who are you? Freedom. No, it stands for the Netherlands, the House of Orange. We're from Holland, and this is the color of our royal family. Oh, really? You didn't know, huh? No, I didn't. Where are you from? I'm from France. No, you're not. You're not Paul! Oui! You're from Europe! Are you Canadian? No, French. Is there any members? This gesprek gaat nergens naartoe, maar het is wel een man met een oranje muts op. Alright, now look, thank you. If you come with me this way. I'm the one with Deutsche Bank. I'm Mr. Hunt, the World Bank, he deal foundation. Oh, that's you. I was in Panama. I was the one who sent the head of the UN guy with his family to Zelensky and fucking Vladimir. Yeah. I owned the boat. Yeah, you know what I told him? Fuck you. Okay. You know why? Yeah. I liberated Ukraine when I was 21 with Ronald Reagan. Right. Huh? I'm Mr. Hunt. Yes. I'm the one, Deutsche Bank. I'm the one who bought out Germany and everything to protect you guys from the fucking shit. Now you met me. Biden, Camilla, Dunn. We're picking everybody up tonight. And by the way, Trump, I paid up right now. Hey, it's get dildo. Okay. Aan de linkerhand is het de Eisenhower Executive Building. Als je zwaait, dan kun je naar Kamala Harris zwaaien. Dit is haar kantoor ook. En hier zit verder het ministerie voor Algemene Zaken. Dus alles wat met het Witte Huis te maken heeft, administratie, dat wordt allemaal hier vandaag gedaan.
Julián Argañarás, de Canal 26.com, Román Iglesias, Eduardo Abella, bueno, un gran equipo que se ha preparado para... Wat paar mensen op je vrije middag, wat voor ja, ik moet eigenlijk studeren nu, dus als ik fouten maak met swing state okay, dinsdag, dan komt het Harris. Kamala. 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 Donald. Donald. Die twee namen. Broodjes bakken, zeg maar. Meer is het niet. Ja, broodjes bakken. Oké. Nou, dit is de mystery guest die ik... Ja, ik ben gewoon hartstikke blij dat je dit wilde doen, want dit hadden we niet afgesproken. Een uur geleden kwam ik met een aantal mensen te praten die het boek hadden gelezen in het vliegtuig. Hé, hey, heel goed. En aangezien ik Marieke ken, dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Marieke de Vries, correspondent van de NOS, NOS-journaal. Je laatste verkiezingen, want je vertrekt in januari na de inauguratie terug naar Nederland. Lang in China, nu in Amerika. En dan de meest belangrijke vraag is, hoe spannend zijn deze verkiezingen met een correspondent? Heel spannend. Ja, voor iedereen is het spannend natuurlijk. Voor heel Amerika is het spannend. Voor de hele wereld is het spannend. Voor Europa is het heel spannend. Wat de volgende kandidaat of president die dan president is, gaat doen met Oekraïne bijvoorbeeld. Daar hangt veel vanaf. En voor ons is het heel spannend, omdat ons hele kantoor, ja, net even geweest van de week, jullie toch ook een paar? Ja, een paar mensen. Ja, dat is helemaal omver gegooid, want er staat nu een enorm decor. Want we gaan dus dinsdag de hele nacht door voor die paar kijkers die dat ook leuk vinden. Nou, vorige keer waren er wel 300.000 mensen hoor. Er zijn nog wel veel die 's nachts blijven kijken. Maar vooral de volgende ochtend natuurlijk, als Nederland wakker wordt, dan hopen we iets meer te kunnen vertellen. We houden er niet heel erg rekening mee dat we dan al weten wie een president is. We zullen er wel bij blijven zeggen dat bijvoorbeeld in Georgia eigenlijk een hertelling er wel al in zit. Kunnen wij aan het begin van de uitzending al zeggen, want het ligt zo dicht bij elkaar. Dat was die staat waar Trump toen ook de telefoontje naar blij kreeg. 5-3-11-7-9 votes. En daar zit ook in het systeem, in de stemwet zit ook dat er eigenlijk automatisch een hertelling komt als er minder dan 20.000 stemmen verschil zit. Dus die kunnen we eigenlijk al bijna wel voorspellen en we zullen daar natuurlijk ook net zo spannend. We zijn er net nog geweest, vooral naar die swing states, zowel Georgia als Arizona als Nevada. Nevada gaat een Latino stem enorme invloed hebben. Daar zijn we ook nog laatst geweest in Las Vegas, waar natuurlijk heel veel mensen in die horeca daar werken. En daar, toen we daar vandaan kwamen, toen zeiden we al tegen elkaar, Trump gaat het wel worden. Maar goed, toen we op deze plek ongeveer vorige week stonden en Harris hier haar toespraak gaf, hè, bij de Ellips was dat, hier stond ze. En wij stonden daar iets hoger op de heuvel richting het monument. En toen was er weer zo'n feestvreugde en een hele warme, vrolijke sfeer. Mensen dansend echt over de grasvelden en zo. Een beetje hippie-sfeerachtig iets, dat je dacht, oh ja, er zijn ook nog wel heel veel van dit soort Amerikanen. Je moet je niet door alleen maar in die swing states en zo laten verblinden, dus ja, alles kan. Even de symboliek van deze plek, dit is ook de plek waar Trump 4 jaar geleden zijn volgelingen opriep naar het kapitaal. Pennsylvania Avenue, dat is daar dus. Ja. En we gaan ons gelijk houden, you have to fight for your country. Dat zegt hij nog steeds, hè? Fight. Ja, de taal is in de minderheid. Mijn familie woont in West Virginia. Dat is hier 4 uur rijden vandaan en zijn fervente Trump-stemmers. En daar heb ik hele interessante gesprekken mee gehad de afgelopen 5 jaar. Die hebben mij veel geleerd over waarom mensen op de Trump stemmen. Waar het vandaan komt, waarom ze zich in de steek gelaten voelen door toen Hillary Clinton, die ze de deplorables noemde. Nu Biden, die ze weer garbage noemt. Dus dat weet je, het is allemaal niet handig, hè, van de Democraten. Wie heeft er een vraag aan de NOS-correspondent? Nu kunt u hem stellen. Nee, ik heb je boek gelezen. Het was een bijzonder dat verhaal over de familie. Ja. En het lijkt me ook af en toe heel lastig om inderdaad met ze in gesprek te gaan. Terwijl je dat als journalist, maar waarschijnlijk ook als mens, ontzettend graag wil. Ja, maar ik vond het ook heel interessant hoor, om met ze in gesprek te gaan. Omdat ik er ook benieuwd naar was. Waar komt dat nou vandaan? Waarom deze man, zijn hele gelovige mensen. Ja. Waarom dan deze man? Ook als het gaat over, ik weet niet of je dat al gelezen hebt, over wij zijn in Europa natuurlijk allemaal socialisten, communisten, allemaal. Dus op een gegeven moment de vraag is aan mij, Marieke, wat voor regering hebben jullie eigenlijk daar? En dan vertel ik dat we de afgelopen
toen was Mark Rutte er nog een liberale, weet je, wat ter rechterzijde van het midden regering hadden gehad, maar dat we over het algemeen een sociaal democratie zijn, socialistische-achtige wetgeving. Nou, toen Sherry, de schoonmoeder van mijn nichtje, die schoof onmiddellijk de borden opzij. Die zei, heb ik communisten te eten gegeven? Het zal toch niet? Ja. Daar schrikken ze echt van. En dat komt allemaal natuurlijk door dogma's, propaganda, allemaal rare praatjes die natuurlijk niet waar zijn. Maar ze wel allemaal vreten. Ben ik gebeld door de woordvoerder van het Witte Huis. Ik was toen net correspondent, had Charles Groenhuizen opgevolgd. En tot mijn verbazing zei deze meneer, we willen u uitnodigen voor een gesprek, want u mag, als u dat wilt, de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, komen interviewen. Ik keek in mijn agenda en dacht, ja, heb ik daar wel tijd voor? Maar goed, dat hebben we toen toch maar gedaan. Ik ben toen naar het Witte Huis gegaan door die ingang die we daar links zien. Ik moet zeggen dat ik wat nerveus was, want ik dacht, ja, hoe gaat dat? Nou, de reden waarom ik hem mocht interviewen was heel simpel. Het was het jaar dat de president naar Margraten zou gaan in Nederland. Dat was 70 jaar Normandie, geloof ik. Ja. En hij zou onze koningin Beatrix gaan ontmoeten. En de regel is dat één journalist uit het land waar een president naartoe gaat, mag een president interviewen. Ze bellen met de ambassade en de ambassade, trouw als ze zijn, zei, oh, dan moet je de koninklijke NOS hebben. En ik was toen net correspondent voor die koninklijke NOS. Ik ben toen naar binnen gegaan, zat daar met een meneer en ik vroeg aan die man, sir, zijn er vragen die ik niet mag stellen? Wat zijn de regels? Dus toen ik zei, zijn er vragen of onderwerpen die ik niet mag stellen, keek hij mij aan. Ik ga dat bij jou doen. En die keek me. Hij zegt, sir, we are the United States of America. We are a free country. You can ask whatever you want. Dus ik kreeg daar een lesje democratie. Ik dacht, oké. Maar vervolgens zei hij in één ademteug, but. En toen dacht ik, oké, but. En toen zei hij, want wij nemen het op, zei hij, wij hebben drie camera's, wij nemen het op en daarna geven we, dat was toen nog een tape, geven we mee. Als de president een rare verspreking maakt, dan behouden wij ons het recht om dat eruit te halen. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Hij zei, nou stel dat hij in dat gesprek met u zegt, ik heb altijd al naar Kopenhagen gewild en ik ben zo blij dat ik nou uw koning mag ontmoeten. Want als hij dat gezegd heeft, heeft hij het gezegd. En dan kunnen we dat niet meer terughalen als hij later zegt, oh, dat had ik niet moeten zeggen. Nou, ik kon daar wel mee. Ja. Ik ben toen een week later daar naartoe gegaan, in de West Wing. Daar stonden twee stoelen tegenover elkaar. Ik zal de foto's op de groepsapp zetten. En daar zat ik 10 minuten te wachten en naar een lege stoel te kijken met drie cameramensen om me heen. En op een gegeven moment werd de deur opengegooid en daar stond een soort Monica Lewinsky stagiaire die riep, the president is coming. Dus ik weet nog precies, ik stond op en voor het eerst in mijn lange leven voelde ik mijn knieën knikken. Serieus, ik dacht, straks komt gewoon daar en wat ga ik vragen? Wat? We hadden geprobeerd, het mocht 5 minuten duren, om het gesprek voor te bereiden. Dus met schaakborden, als ik dat vraag en hij zegt dit, dan kan ik weer dat zeggen. Nou, daar kwamen we niet uit met die 5 minuten. Toen zei een eindredacteur Wouter, je moet er gewoon lekker van gaan genieten, want misschien mag je 25 jaar later bij een groep advocaten wel op die anekdote gaan vertellen. Dus toen ben ik er relaxed naartoe gegaan. Hij kwam op mij aflopen, zo across the room. En hij zei, hi, you're the guy from Holland. Yes, Mr. President, I'm Wouter. Dat heb ik bewust gezegd, Wouter, want ik wist dat mensen altijd reageren dan weer. Wouter. Dus ik had gelijk al een contactje door dat ik op zeg, Wouter. Hij zei, ben je net aangekomen? Hij moest gesminkt worden, dus wij zaten tegenover elkaar. Ik zeg, nee, ik woonde toen nog in Arlington aan de overkant. Oh, daar vlieg ik altijd met mijn helikopter langs. Maar je weet toch niet welke van de twee? Want dat is, de Amerikaanse president reist altijd in twee helikopters, zodat je niet weet in welke van de twee die zit, ook met hoofdambassadeur. En vervolgens hebben we een heel leuk gesprek gehad over Nederland en over de... Dus ik vond het een buitengewoon amicale man. Hij is nu de beste vriend van Michelle Obama. Ja. Die appen met elkaar over de situatie van het land. Hij wil zich in tegenstelling tot Dick Cheney niet uitlaten over de verkiezing. The beautiful family that is here. And he's gonna, he is directing in teaching our city's youth and adults. All brothers. From brothers and sisters from the same mother, the Mother Earth Pachamama, and with that, we create this space with a lot of love. Als je naar die verre muur kijkt, waar je straks langs loopt, daar zitten allemaal gouden sterren.
Dat zijn de 4048 Gold Stars. Iedere gouden ster staat voor 100 gesneuvelden. In totaal zijn er dus meer dan 400.000 Amerikanen gesneuveld. Als je de pilaren allemaal volgt, dat zijn er 56. Dat waren namelijk 48 staten, toen nog in de Tweede Wereldoorlog, waren 48 staten. Maar er is ook één pilaar voor Washington DC, één zelf voor de Filipijnen, maar ook voor Guam, Puerto Rico en wat hebben we nog meer. Dit is een plek waar je in steeds mindere mate, maar toen ik hier woonde zag je dat nog veel meer, waar veteranen nog steeds naartoe kwamen in rolstoelen. Er zijn hele luchtvaartmaatschappijen die gratis tickets altijd gaven als je aangaf dat je met je familie naar deze memorial wilde komen. Amerikanen, je kunt ervan vinden wat je wil, maar die hebben een enorme, ja, die eren hun slachtoffers. Die mensen zeggen, nou gaat deze nieuwe onrechtmatige daad van ontslag gevonden. Nou gaat deze een soort van aansprakelijkheid onrechtmatige daad gedacht. Terwijl pas wel in Nijmegen net, nou gaat deze wel heel ongelukkig opgeschreven. Want ze hebben het namelijk opgeschreven op een manier dat het cassatiemiddel, zeg maar een reactie op het cassatiemiddel. En dat hebben ze eigenlijk, de woorden hebben ze gebruikt. Carverzekeraar, jij moet nu gaan overleggen met de buren. En als je dat niet doet, dan ben je niet meer verzekerd. Er is ook tijdelijk in een bouwstop geweest, maar onderzoek gekomen. Er is een bouwstop aangevraagd ook, maar er is onderzoek gekomen en ik mocht niet verder bouwen. Dat ging al goed. We gaan vandaag naar Arlington en ik begin weer te praten. We gaan met de metro, we lopen achter Leon aan, die heeft de hele route gekend. En ik vertel weer wat dingen als we bij Arlington zijn. Dus nu enjoy the ride. Ja, Doors open. This is a silver by train to Nashville.
We zagen net de changing of the guard. Dat zijn 21 stappen, als we hadden geteld. Dan stoppen ze 21 seconden. Dan weer 21 seconden. En die 21 seconden komt uit de militaire wereld. En dan moet ik het goed zeggen, in tijden van goede bedoelingen, dat komt uit de Navy, dan kwam je als schip aanvaren, bijvoorbeeld als Nederlands schip bij de Engelse kust. En om dan te laten zien dat jij geen kwade bedoelingen had, dan vuurde je vanaf het schip met 7 kanonnen 1 kogel af. En dan kwam het antwoord terug van oké, we hebben ook geen kwade bedoelingen met jullie. Dan vuurden ze, omdat ze meer munitie hadden op de landkant, vuurden ze 3 keer 7 toe. Terug te brengen naar de kamer en dan om 11:45 vertrekken we en dan staan hier allemaal staan daarachter voor iedereen lunchtasjes klaar met een flesje water en een stuk fruit erover hier. Mooi, hè? Ja, dat is het ook wel op. Research team, I'm from the research team, I don't know much. Morning, sir. My name is Hannibal Witton, and take a few minutes to tell you about the Law Library and what we do. We were established in 1832 as a separate department within the Library of Congress. We were established by a specific law to serve the three branches of government. We have around 3 million items in our collection, provide the same type of work and research and documentation for the executive and judiciary branch. We also serve the general public and by providing reference assistance. So anyone from anywhere in the world can ask us a request on foreign comparative law issue, and then we will provide reference assistance and how they could go about researching. We have about 1,200 to 1,500 annual reference questions that come every day on any issue. It's very exciting. Yeah. This right here is a letter. It's a court case that Alexander Hamilton wrote. He argued it in front of the New York Supreme Court, and it was about the confiscation of loyalist property, and he actually won this case, and the property was not confiscated. Well, thank you so much for your lecture, for all the trouble you gave and trouble you've probably been through in
selecting and searching for all those partly Dutch language old books from your probably rare collection. I work as a judge, and as a judge, I always consider myself to be an ambassador to my court, and therefore I always try to bring something along. And when seeing the presentation, I thought, okay, it's nice that the Barcelona team came with a jersey, but I have something that's so much more than a Barcelona jersey, which is a goodie bag from the District Court of Rotterdam. I have no doubt that I picked the right person to join me as an to help make Trump's first term his last hurrah. But now he's giving everyone the good news. It's Kamala. America's new VP, Elizabeth and Bernie say, well, duh. And you might say, nah, don't cite her every flaw. But frankly, I don't give a shit. Just vote for Kamala. What do you know about Kamala Harris? To win. So the DC and then we fly back to the Netherlands. So 1 week. We just all over the Netherlands? Yeah, yeah. All around. Land from Nigeria! They made a thief, the president! Now, millions of Nigerians are dying because the guy is busy stealing. Well, California, Kamala's right. Don't make Trump your president again. 1.1 million Americans died because Trump did not listen to the national security advisors. They told him, this journalist, Woodward, he confessed to this journalist that they warned him, but he didn't pay attention. That's how COVID came in. Staan we toch maar weer even bij het Capitool. Hè? Dat is ook best wel, wel leuk hier in de United States of America. Morgen gaat er van alles gebeuren, de verkiezingen. En ja, wie weet. Zo'n kleine stommer die is gewoon. Thank you. You're welcome. If you are not with this group, you need to exit the building. Ladies and gentlemen, I want everybody to check if you have your wallets. We have found a wallet that has a bunch of European money. How much? I'm not going to tell you the amount or what type it is. But if you're missing your wallet, come forward now. Hey y'all, like it's a very fine line.
But politics in particular have gotten really bad, and I think it's because we're no longer living in the good old days, and I'm twice on national TV. And I have my fingers crossed for this coming year, okay? I think it's Mitch's year, right? By the way, did you see that his sister-in-law drowned in a Tesla? Yes. Do you know that these guys are Dutchmen? Yeah. You know, okay. I wanted to just to make sure. Thank you for coming. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Oh my God. The world is bad. What do you got going on? Yeah, the shortbread cookies. We're from Holland. Yeah? We're making a trip to watch the elections and things like that. And you didn't even say it there. Ja. Hey, maar als ik zo zie, dan denk ik, hij is niks van. We hebben het zelf met de stand-up comedian. Behalve dan, ik dacht dat de zus dat Kevin aan was. Behalve dan dat een van ons langs kwam. Ja, is leuk. Ja, dat is heel leuk, ja. Yeah, so what about the by the Cuban cleaners, right by the sitar? What's that gonna be? I don't know. How we doing today? We coming to vote? Now go get that free donut and Krispy Kreme with your iVote sticker. Come on down. Oh, he's not taking my photo. He says he's doing other people's photos. ANC, I'm in 07, which is the Adams Morgan 18th Street, Champlain in Ontario, are the streets I cover. I live on California Street on that. Oh, I think that's Peter. A couple of these. And then y'all figure, come on, I'm so sure. We voted. How's that? We love that. You guys are awesome. You're awesome. Thanks for being here, Chris. Thank you. Have a good day. You guys have a wonderful day. Alrighty. Okay, feels good. Thank you so much. Oh man, we love you for this. First time voting. Hey everybody! First time voter! This way, no? Okay.
Türkiye'de oy verme oranı 66.6'da kalmıştı. Yani Avrupa Birliği'ne bakıldığında, Türkiye'ye bakıldığında daha You have to be born between October and October the following year. Turns. Before, but once you're in for three, then you're good for the whole time. Yep. Okay. How are you? Thank you. The latest one. Thank you. Niet alleen voor presidenten, op een president gestemd, maar in verschillende staten is het verkiezingsbiljet bijna zo dik als een boek. Voor sheriffs, officieren van justitie, rechters. School board directors, referenda op verschillende gebieden. Hier in Washington DC, wat geen staat is, daar hebben ze dus geen vertegenwoordigers in het congres of in het, in de senaat. Wel drie kiesmannen. Er wordt in totaal op 538, nou niet op, maar er wordt gekozen via 538 kiesmannen. De hele senaat, het hele huis, 435 en een derde van de senaat. Dus aan het einde van de dag hebben we in theorie verschillende samenstellingen als mogelijkheid. 1. Een democratische president, een democratische senaat en een democratisch huis. Nou, dan is het feest bij de democraten, want dan kunnen ze echt stappen maken de komende jaren. De kans is groter dat het of een republikeinse president met een democratisch congres of het congres is weer verdeeld. Kortom, vanavond zul je merken dat het super belangrijk is, niet alleen wie de president wordt, maar of die ook het huis en de senaat meekrijgt. Ja. Dus je krijgt constant kaartjes te zien bij de verschillende televisiekanalen van let op, in dit district stemden ze de vorige keer blue, wel op een senator van de Democraten, maar weer niet op de president. Dus je moet echt een beetje bij de les blijven als je dat goed zou willen volgen. De dames tegenover ons aan de tafel zitten. De een was de moeder van en de ander was een bijbelverhaal. Dus ook een keer van de oké, ja, dank je. Bibliotheek. We certainly want to welcome you to Mount Vernon. You're on the Mansion Farm. Washington had about 4,000 acres in this area, and then another 4,000 acres nearby. Pardon? We have no leaders. You have no leaders. We're in ministers. Okay, yes. Well, in leadership, in terms of organizations and teams, so what we hear here in the United States is a lot of people talking about a new generation of the workforce. Mm-hmm. And how there's differing ways of wanting to work. And they prefer more flexibility and more connection to their own purpose, etc., etc. Burnout. This is something of a collective horror. Yes. You want to be part of something greater or are you just, is it a me, myself, and I? You know what it is, thank you for sharing, is that he was able to create this shared vision for humanity. He studied Stoicism and the Stoics of that time. When you have trust, you're able to move more quickly because you're not questioning everything and hoarding information and things like that. So there's that transparency, authenticity, integrity, where we're aligning our words with our action, all of those things. And by the way, with integrity, we're humans, right? So it's not like we check a box,
No, I have integrity now. Now that it's a constant everyday thing, right? And as you were mentioning, as things change, how do we then adapt and figure out how to be in alignment? And that's something that he talked about quite a bit. What I'm going to talk about a little bit is just sort of a general orientation to sort of where you are, George Washington himself, and sort of the founding era of our nation's history, just to sort of help sort of set the stage for all the history you're going to get a little later today. The map you see on the screen is the extent of the property known as Mount Vernon at its height in 1799. And I think it's sort of fun story about how it gets named that, though, and a weird irony is that Mount Vernon is actually named after a British admiral. It's because Washington's brother, in an earlier conflict prior to the American Revolution, had served in a war, in English they call the War of Jenkins' Ear. It involved British people being very annoyed with the Spanish, which is very normal, as you know. This guy named Jenkins, his ear gets cut off, and the British decide to go to war over it. Of course. Being the very rational people that they always are. And then in 2013, we opened this building, the Washington Presidential Library, which is just across the street from the main estate, which you're all going to go see as soon as I'm done talking with you in about an hour. Washington is most famous for being the commanding general of the Continental Army that fought the British Army and secured American independence during our War of Independence, and then later becoming the first president of the United States. His great-grandfather came from England to the British colony of Virginia in 1657. And in 1674, he applied for a land grant and was granted this land. Prior to that, it was occupied by three native tribes, the Dogue, the Piscataway, and the Potawatomi. So it's Washington's great-grandfather who gets the land. He's 22 years old. Mount Vernon becomes his home. He will call it home for the rest of his life, 45 years, and he loves it. Now, Washington did not inherit this big 21-room mansion. The house he inherited had been built by his father. It's the center of this mansion. It had just six rooms. But Washington added on to it until it became this 11,000-square-foot home, three stories and a basement. So this is the Potomac River. It is the boundary between two states. We are in Virginia. The river and the other side is the state of Maryland, all right? And Washington had a park down there along the riverbank. Waar ze nu vooral naar kijken, dat is ook het interessante waar we als we straks mee gaan kijken, gaat het vooral om
in de staten Georgia vooral, Wisconsin en Michigan en Pennsylvania, haalt Harris meer stemmen dan Biden de vorige keer. Ja, dus ze ja. vergelijken het constant met hoe deed Biden het in deze, in dit district. Ja. En doet hij het daar, doet zij het daar beter of niet? Want daar haalt ze dan iedere keer een beetje stemmen bij. Kijk, Georgia belangrijk, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina. Er zijn nog geen definitieve resultaten in de swing states. De stemmen die geteld zijn variëren van 20% tot 50%. De ontwikkeling die wel zichtbaar wordt, is dat dat Trump eigenlijk aan het overperformen is. Ook al verliest hij misschien nog wel in districten. Maar hij haalt iedere keer net meer stemmen dan hij nodig heeft. Waardoor hij in totaal, misschien bijvoorbeeld in zo'n Pennsylvania, die 27.000 stemmen kan halen. Oh. Ja, het punt is, dit is allemaal dat halverwege. Het gaat er nu om, het gaat nu vooral om de grote steden die gaan binnenkomen. En wat je ziet is, en dat is echt een enorme verandering, dat in Michigan onder de Latino's Trump ten opzichte van Biden 40% meer steun heeft dan die 4 jaar geleden had. Dus Harris heeft geen steun, voldoende meer. Dus al die kleine dingen die optellen. De Latino's die blijkbaar om twee redenen toch Trump, en dan gaat het vooral om de economie, een beetje een religieus aspect als het gaat om abortus, katholiek, en bang voor hun eigen mede-immigranten die opeens hun banen innemen. En wat een beetje de analyses die ik hoor, dat er blijkbaar niet duidelijk genoeg gemaakt is door Harris, van wat kan ik nou voor jullie veranderen als het om die economie gaat. Dus het ziet er vreselijk spannend uit. Dearborn, dat is dat een staat of een district in Michigan, eigenlijk allemaal Arabische stemmen, Arab Americans, massaal naar Trump toe. En die gingen de vorige keer allemaal naar Biden toe. Die zijn endorsed vlak voor de verkiezing door De unions. Daar zit dus net voorbij Detroit. Het is allemaal blue collar. Nou, dat is echt kansloos dat het naar Trump zou gaan. Maar het verschil is heel klein aan het worden. Dus daar haalt hij ook weer stemmen. Dus op dit moment is de analyse heel voorzichtig dat Harris zich wel zorgen moet gaan maken. Je moet er verrassen. Ons hoop. Joanna. De analyse is op dit moment als volgt. Daar zijn ze nu over aan het praten. De verslaggevers hebben contact met de headquarters van de twee partijen. Daar wordt meestal natuurlijk gespind van let op, dit is nog een kans, dat is nog een kans. Maar, en dat worden al slecht teken ervaren, het begint heel erg stil te worden op het hoofdkantoor van de Democraten. Die zegt inmiddels, off the record, we're looking for some bright spots. Bij de Republikeinen is het al aardig menselijk aan het worden. Wat zijn die mogelijke bright spots nog steeds? Dat zijn de gebieden rond de grote steden. Kunnen die net genoeg stemmen toch nog binnenbrengen om een staat binnen te halen? Echt op de millimeter. Dus dit is het gevoel. En ik hoorde net de CNN-reporter zeggen, ik heb al 7 verkiezingen heb ik verslag van gedaan. And once it gets quiet, it's never a good sign. 2020 ging iedereen slapen met het idee dat Trump de verkiezingen zou hebben gewonnen. Ja. Dus CNN, maar ik geef ook eerlijk toe, dat is ook een klein commercieel belang, dan blijf je kijken naar de tv. En dat ik te snel zeg. Maar John, hij had net een vrij overtuigend verhaal. Want hij zei, ook al zou ik liever nu bij Trump aan tafel zitten dan bij Harris qua sfeer. Er is echt nog wel een realistisch pad. Harris het echt net over de streep zou kunnen trekken. Alleen, it doesn't look very good. En half uur komen er in ieder geval 2 hele belangrijke uitslagen binnen in Pennsylvania en in Michigan. Bij Detroit en bij de mail-in ballot. Dat geeft, als dat ook niet echt gunstig uitpakt voor Harris, dan wordt het wel vrij duidelijk. Alleen, het is too early to call overal. Maar ik heb nu het gevoel dat ik denk dat we om middernacht iets meer weten. Maar als ik even de New York Times moet geloven, wordt het pas definitief morgen
een ochtend. Dat is bij Howard University al tegen mensen zeggen, ga maar... We gaan door tot morgen! Voor Harris om deze verkiezingen op de streep te trekken. De race is nog niet gelopen. Dat was ook waarom Trump ook nog niet naar buiten komt. Dus ik heb gewonnen. Bij Howard University hebben ze in ieder geval de geluid van de tv-kanalen uitgezet. Omdat de sfeer daar steeds bedrukter werd. Als gevolg van de commentatoren die voorspelden dat het heel moeilijk werd. Dus er werd muziek gedraaid. Veel mensen zijn er al naar huis. Het gaat nu vooral op Georgia, waar ze op 93% van de stemmen zitten. Het hangt er nogmaals vanaf met hoeveel procent wint Harris, met hoeveel verschil in stemmen wint Harris die blauwe districten. Die gaat ze winnen, maar het gaat om het hoeveel verschillen ze wint. De vorige keer was het in Georgia een verschil van 12.000 in totaal op de hele staat. Het lijkt er echt op dat ze dat heel erg moeilijk gaan halen. Pennsylvania, alle districten, daar is zij aan het onderperformen. Ze haalt minder stemmen dan Biden. Ze wint in alle blauwe districten, maar niet genoeg zoals het er nu naar uitziet om de staat over de streep te trekken. Het kan nog steeds, niemand durft het te voorspellen, maar het ziet er eruit. De New York Times pijl, die zit inmiddels op 93% likability. Maar dat is... Het is, kijk, het gaat echt om die blauwe districten hier, dit is Michigan. Veel Nederlanders wonen daar ook. En dan gaat het om de districten waar veel stemmers zitten, rond Detroit. Dat waren echt blue-collar staten, waar gewoon harde, altijd democratisch. Nog steeds democratisch, maar niet zo democratisch als je nu nodig hebt. Dus, de vraag aan jullie is, op dit moment stemt, zij had gewoon hoopte dat ze een onafhankelijke stemmer zou krijgen. Dat blijkt, die blijkt toch met Trump te zijn gegaan. De analyse voor wat het waard is nu is dat het de economie. Ja. En Harris heeft heel erg ingezet op abortus, rechten en je vrijheid wordt afgenomen. En dat lijkt veel minder een rol te spelen. Het gaat echt om dat mensen rustig. Ik kijk in mijn portemonnee. Ik had 4 jaar geleden meer dan nu. En welke diepere redenering je daar nog verder achter kan zetten, die wordt niet begrijpen. Mensen kijken in hun portemonnee en heb ik verder niet nagedacht waarom en hoe. Het is democratie. Mensen vragen jullie. Wat zei je? Je zei de vraag aan jullie. De vraag aan jullie. Joseph Knowles. Okay, nou, de vraag aan jullie is, want daar ga ik niet over. Dus, ja, of je nu blij of depressed bent. Dat is maar het, oh ja, wat ook nog belangrijk is, dat de Senaat wordt ook republikeins. Het Huis wordt republikeins. Het ziet er naar uit dat we straks een three-way republikeins. Nou, kunnen ze in ieder geval lekker een ding. Executive power hebben. En denk je dat Trump is zo'n auto?
I need to lose that shit.